Hey jongens, ik ben Dennis, ik ben Renske en vandaag heb jullie episode 2 van Road to Life Emigrate Campstrike. En op mijn laatste video, ik kreeg trouwens 500 likes, waar ik jullie allemaal enorm dankbaar voor. Maar heel veel mensen zeiden van, Dennis stop ermee, dat is onmogelijk, dat ga je nooit halen. En dit is de reden waarom ik expres doorga met deze serie. En ik weet niet of jullie mij al heel lang volgen, voor de mensen die me echt al heel lang volgen, die weten misschien wel. Dat op Monaf voor 3 had ik een serie en daarbij, of ik zou eerst zeggen, die serie heette The Garbage Collector. En dat betekent eigenlijk, iedere keer als ik iemand killde, dan pakte ik zijn wapen op. En met die serie heb ik ook een keer omhoog gehaald. Als constant enemy killer pakt zijn wapen op, killer weer een enemy, pakt zijn wapen weer op. En zo heel het doorgaan tot ik een mob gehaald. Dus het is in principe eigenlijk hetzelfde als dit. Alleen nou hoef ik niet per se naar die enemies toe. Ik kan gewoon mijn eigen wapens uit die ammo crates halen. En ik hoef nou ook niet na iedere kill dat te doen. Maar gewoon zodra ik mijn ammo crate heb. Dus in principe is deze serie makkelijker als die. En die heb ik toen ook gehaald op Modern Warfare 3. Dus ik denk dat het gaat lukken. Nou heb ik natuurlijk ook een headset. Speel natuurlijk altijd wel weer een stukje beter. Nou weet ik of er enemies aankomen. En ik ben mijn red dot vergeten. Damn it. Laatst heb ik een video gemaakt van, hey, blue dots zijn beter. Wat doe ik? Ik pak gewoon een red dot. En iemand die heeft geen dead silence. Ik wil even dat die team bij mij weggaat. Want dat vind ik verschrikkelijk irritant. Ik heb er een hekel als mensen me achterna lopen die geen dead silence hebben. Oh, hallo. Lol. Hij schoot niet eens, hè? Ik doe oké, ga campen. Als je dat wil doen, oké, maar dan moet je mij toch wel kunnen killen. Oh. Zal ik even cappen? Oh shit, heb ik triple cap. Nou, zij pakken C wel. En dan ga ik snel door naar C. Zit hij boven, beneden? Ik weet niet. Probleem bij die, oh shit. Het probleem bij die ammo crates is dat je ze op moet roepen. En dan ga ik proberen in één keer zo'n moment te hebben dat ik een enemy kill en want ik heb die ammo crate al. Dus echt gelijk als ik die ammo crate heb, inkallen, wapen uitpakken, hopelijk iets goeds en verder. We hebben in ieder geval al iets goeds, MSBS. Net al wij bij de triple cap, maar we hebben nou hebben we niks. Oké, zo even safe cap en teammate, wacht maar. Ups. Oppas geblazen. Ik hoor iemand boven lopen, dus ik ben bang dat hij daar achter mij beneden springt. Even kijken. Let's go. Waar zit je? Oh, teammate zit hem te cappen. Wacht voor mij. Nee, ik help mee. Ik help mee. Heb ik hem? Ja. Oh shit, daar was er één. Weak. Weg. We moeten nou slimmer spelen. Het gaat er nou niet om of ik goed kan spelen, maar vooral of ik slim kan spelen. Nou, C is dood. Sowieso is dat een heel belangrijke factor in Call of Duty. Het gaat er echt niet alleen maar om dat je heel goed kan schieten en snel kan reageren. Als jij slim speelt, dan win je ook meestal wel gunfights. Ik ben benieuwd waar al die enemies verstoppen. Ik ga even oversteken, maar ik heb een non-science wapen. Ja, dat is te verwachten natuurlijk. Oh, we gaan eerst even A-cappen. Want we gaan natuurlijk gewoon winnen. Ik hoor iemand, dacht ik. Lukt er een boven mij. Hij gaat naar A toe. Oeh, nice. Oké, we hebben Blitzfest. Ik heb trouwens ook een andere killstreak erbij gepakt. En dat is die... Ik weet niet hoe dat ding heet. Ik hoor het dadelijk als ik hem inkal dat je al zo'n muur heen ziet. Ik weet niet. Ik gebruik al die support dingen dus ik weet die namen niet. Ik weet het best slecht voor mij, maar ja, helaas. Heel mijn team staat eigenlijk goed voor. Dat is toch grappig. Dat is een kutplek om hier te lopen. Als ze daar gaan headglitchen, zie je? Dan ben je fucked. Ik zie zijn hoofd niet. Oké, we gaan weer A-cappen. Lekker wat cash vandaag. Hoppakee, plus 6000. Waarom ook niet? Ik heb er alleen helemaal geen knoop aan. Want je krijgt natuurlijk die... Oh shit! Oh, je krijgt natuurlijk van die punten voor waar je wapen van kan kopen. Maar ik heb 1200 van die punten ofzo. Dus ik heb er echt niks meer aan. Want ik ben natuurlijk in eerste instantie al hoogste level. Dus daarvoor heb ik de XP niet meer nodig. En die squad points of weet ik hoe je dat noemen, daar heb ik ook niks aan. Lol, dat was een campy spot. Maar eens even hier kijken. Iedereen pakt die plastic vest. Krijg wel een puntje van. Dat is mooi. Schmoi, mijn schmoi. Oké, zo met B. Ik weet niet, ik wacht even met B. Oh. Dennis, je bent fucking slecht. No! Ga ik nou echt dood door iemand? Ik zeg niks meer. Dit was echt de B. Ik vind de wapens zo kut, hè. Ik haat buswapens. Nou valt hij nog dood ook. Of niet? Oh nee, wacht, was dat niet? Ik pak een ding op. Je dacht dat ik een kill kreeg. Dit was wel echt bad. Ik stond 11 om 0 en dan ga ik op zo'n manier dood. Dat was gewoon een free kill. Damn it. Dat was echt een dramatische kill. Dat kan ik dan niet tegen. Vorige keer had ik ook iets van een 12 streak. Zo. 12 is in principe toch al best wel mooi. Ik vind het best netjes. Alleen, ja. Ik heb er niks aan.
Ik heb niks aan een 12 streak te halen of zo. Of een 11 was het. Ah, honden. Ja, oké, dan was ik toch doodgaan door een hond. Ga er maar vanuit. Maar niet uit. Ik had nooit gehaald dit potje. Ik ging altijd dood door een hond. Hé, hey, maar ik vind dat ik nou best een paar keer mooi op streak ben gegaan. Dus ik verwacht echt wel dat ik dit ga halen. Ik weet niet hoe lang ik over ga doen, maar we hebben een jaar. Eigenlijk wel zelfs meer, want ik wil niet zeggen als een nieuw Call of Duty uitkomt dat ik hiermee kan stoppen. Dit spel zal nog gewoon een jaar lang gesupport worden, als G2 is. Shit zo, dan liep een enemy boven. Ik heb dat ding nou ook wel nodig, want ik heb een nieuwe ammo crate nodig. Come on. Misschien niet zo handig om die andere hoge streak erbij te pakken, want als ik die nou net niet haal, zeg maar... Dan moet ik keihard lang doorspelen met het wapen wat ik al heb. Oké, we zullen even dingen kallen. Ik denk dat het is makkelijk als ik al een beetje op strikje ga. Let's go, let's go, let's go. Ja, ik heb er serieus vertrouwen in dat ik dit ooit ga halen. De vraag is alleen wanneer. Het is gewoon een kwestie van tijd. Let's go. Oh, 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 ik schrik mij kapot. Lean kills. Dat is leuk voor de gouden camo set die er moet. Come on, ik zie niks in de rook. Ik haat die roken. Dat vind ik het ergste van granaten. De rook die er vanaf komt. Ik heb gelukkig nog zat ammo. 42-2. Ja, ik ga daar ook meer ammo crates pakken, denk ik. Ik denk, als ik dit zo doe, dat het iets te makkelijk is. Ik pak nou heel weinig ammo crates, omdat ik natuurlijk geen nieuwe haal. Dus dit is gewoon wat iemand dit voorstelde, want misschien moet je die laatste streak van mij erbij pakken en ga weg. Hij is gewoon naar beneden gesprongen, rat. Ik zie niks. Maar zo is eigenlijk niet echt het principe van de serie, weet je wel. Het gaat gewoon constant om dat ik de hele tijd die ammo crates overnieuw haal. Maar ja, nou, ja, ik haal niks, dus ik kan ze ook niet echt gebruiken. Dus de volgende keer ga ik gewoon meer ammo crates gebruiken in plaats van die hogere streaks. Het is leuk dat ik ze heb, maar ja, het is een beetje jammer voor de serie. Dus dat gaan we niet doen. Maar dat wil niet zeggen dat we natuurlijk niet gaan proberen om hem nu te onthalen. Dus we gaan gewoon door. Oeh, pas op dat ik daar ook niet een snipe hoor. Of geen knife bedoel ik. Snipe kan altijd nog. Maar knife zou wel lelijk zijn, wat ik bij. Oeh, nog een nieuwe. Hoe heet die ding nou? Weer hoor ik het ding. Oracle. Ik wil het Orbital zeggen. Alleen dat is natuurlijk van... Van Black Ops 2, Black Ops 1 was het trouwens. Nee, dat was van Black Ops 2, want van Black Ops 1 was het Blackbird. Nee, waar komen jullie vandaan? Ja, jullie spawnen een meter verder. Een beetje jammer dit. Beetje jammer. Oké. Okay. Oh no. Fuck jullie. Heb ik ze mensen teruggepakt? Fuck die mensen. Dit is wel een leuke lobby, of in ieder geval een goede lobby. Het probleem is alleen ja, dat ik gewoon die dingen te hoog heb ingesteld. Dus dat gaan we zo de volgende keer veranderen. Maar ik ben serieus positief dat ik dit ga halen. We zullen alleen nog wel even moeten gaan winnen, dus ik ga zo meteen eventjes... Oké. Shit, ik dacht dat die kerel... Ik wist dat ze hier waren, maar ik dacht dat die andere kerel van links zou pushen, maar dat deed hij niet. Weet ik nou in mijn rug gekeld, 100% zeker. In positief. Oké. Okay. Hij was dood. Ammo crate. Zo, die even neergooien. Kijken wat erin zit. Ben benieuwd. Wat is de verrassing? Weer een MSBS. Jezus, dingen gaan in aanbieding vandaag. Yo, komen er eens 3. Die andere twee onder had ik gehad. Als hij niet in mijn zij, het was niet echt in mijn zij. Maar hij was heel dichtbij, dus ik kon niks doen. Come on, come on. Mijn ding ligt er nog. Die gaan we even... Dat kunnen we natuurlijk ook nog steeds doen. Naar die oude van mij, die oude ammo crate. Dus die gaan we nou gewoon even pakken. For the sake of this video. En we hebben een minigun. Let's go. Oh shit. Nee, daar kwam er nog een aan. Duurt te lang om te kunnen schieten. Kom tevoorschijn, rat. Oké, ik gooi die ammo crate neer. Daar kan ik iets meer kooks mee eten. Schutst in. Er zit er denk ik nog wel eentje. Ik vind het wel fijn echt snel ben met de minigun. Dat is echt zo chill. Aha. Go, let's go, let's go. Waar zitten jullie? Die zitten allemaal... Oh, er zit er eentje onder mij. Nee, dat werkt ook nog goed ook. Die minigun is toch wel leuk hoor. Je mag zeggen wat je wil, maar dat is echt een fantastisch ding. Ah, hij is al dood.
Mensen moeten mij gewoon niet proberen te challengen, want ik win alles. Hey, als ik dat Ballistic Vest ding niet had. Ik haal hem daar ook met deze, jongen. Ik haal hem daar ook gewoon minigun. Road to Life minigun camstrike. Moet ik eerst die minigun zitten halen? En als ik hem dan haal? Nou, de camstrike. Echt awesome zijn. Er was hier iemand, hij kwam er niet voor te schijnen. Hij zat hier net hoor. We hebben Charlie daar, dus we kunnen nog gaan winnen. Hopelijk gebeurt dat ook. Ah, jammer. Nee. Rennen. Ik kan het niet redden. Een beetje irritant. 45-4. Met dit. Ik vind het al een likeje waard. Is zo, jongens. We gaan even richting B. We moeten eigenlijk ook nog even A houden. Want dan kunnen we nog gaan winnen. Ik zou graag best wel winnen. Oké, ik ga even... Oh, shit. Kom hier. Niet zo snel. Oké, dan ben ik fuck. Ik gooi die M-crate neer. Waar zal er aan komen? Een vat. Dit is een fucking minigun. Waar zullen mensen denken als ze daarbij lopen? Ding is single shot, hè? Even serieus. Nee! Ja. Ik had die minigun moeten houden, denk ik. Ik denk dat dat beter was geweest. 7-5, lekker hoor. Ja. Tatum. Ik moet eigenlijk nagaan. Ik had net al 11 kills. Een 11 streak moet ik zeggen, geen 11 kills natuurlijk. Oh, niet zo snel, ik ben als... Ik heb een PC gespeeld, alsjeblieft. Ik ga niet nou mijn aim afzeiken, hè. Ja, dat was wel dramatisch. Ik heb ook mijn dieptepunt, en dit was een dieptepunt. Oké, we kunnen het niet meer winnen, helaas. Ik heb het idee dat ik best veel vlaggen gecapt heb. Ik heb er nou 6 gecapt. Vooral bij het begin had ik er best veel. Toen leek het er ook op echt dat we koud zouden gaan winnen met triple caps. Alleen ja, helaas niet het geval. Come on. 2-5-5. Lekker hoor. Mooi. Ik vind dat helemaal mooi. Oké. We hebben verloren waarschijnlijk. Denk zo. Ja, 155. We hebben verloren. Maar 53-5 met dit. Ik vind dat dat zeker nice is. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoop dat ik daar een likeje van heb verdiend. En die enemies zat ik best wel slecht. Hè. Ik heb ze kapot gemaakt. Ik heb het idee dat ik net met de minigun ook best wel op een mooie streak ging. Dus als ik hem misschien had gehouden, waren we misschien ook wel richting die 20 streak gegaan. Maar in ieder geval, niet slecht voor een tweede episode. Ik hoop dat je leuk vond, leuk vinden eigenlijk. Hè, want dat is nog niet afgelopen. Ik hoop dat je leuk vinden. In ieder geval, als dat zo is, dus laat een like achter. Bij 400 likes ga ik een nieuwe episode recorden. De laatste keer al bij 500 likes. Dus ik verwacht dat dat gaat lukken. Dus tot dan. En houden we.